Tino Coutinho, wat had je het meest druk in tussen minuut 70 en 80? Ja, klopt. We verloren een beetje de grip op de wedstrijd. Ik denk dat we de hele wedstrijd al best wel moeilijk hebben gehad en niet in ons echt eigen spel zijn gekomen. We hadden het inderdaad ineens heel lastig. Het publiek komt er een beetje achter bij hun. Uiteindelijk onnodig dat we onszelf moeilijk maken, denk ik. Ja, ik denk dat ze 6 kansen gecreëerd hebben, waarvan je de 5 af en toe miraculeus uithaalt. En in die ene zit dan toch, hè? Ja, zonde. Zonde inderdaad. Ja, we gaven op een gegeven moment veel corners weg. En eigenlijk over de gehele wedstrijd veel corners weggeven. Ja, dan kan hij altijd wel een keertje goed vallen en dat gebeurde nu helaas. Dus, zuur, maar kop op en op naar de volgende wedstrijd. En kijken wat we hiervoor mee kunnen nemen om volgende keer beter te doen. Een hele vreemde wedstrijd. Aan de ene kant denk je volgens mij jullie het gewoon op slot kunnen gooien vlak voor die gelijkmaker of voor die 10 minuten. Ja. Waar zij heel sterk waren. Aan de andere kant mag je ook weer blij zijn dat het geen verlies oplevert. Ja, inderdaad. Ik denk dat we het toch al gewoon eerder hadden kunnen afmaken. Maar uiteindelijk laat je dat liggen en dan krijgen zij ineens weer het gevoel dat er iets te halen valt. En moet je uiteindelijk denk ik tevreden zijn met een punt. Het is een fanatieker achter jou, hè? Ja, tuurlijk. Die merkte ook dat er misschien wel wat meer in zat. En wij missen kansen. Zij kregen op een gegeven moment een aantal kansen. En helaas werd er één van benut. En op een gegeven moment met die rode kaart kwamen wij weer wat. Maar was het te weinig tijd om er echt wat van te maken. Ondanks dat je toch nog wat kansen kreeg. En hoe stap je dan het veld af? Wat voor gevoel? Je mixed feelings? Klopt, ja, je bent tevreden over je eigen prestatie, maar als eerst baal je gewoon van het puntenverlies. Ik bedoel, was denk ik, zoals ik al zei, niet nodig geweest. Maar misschien achteraf wel eerlijk een puntendeling.